Hallo allemaal, ik ben Otto Oome. Na mijn filmpje over een Instagram-account verwijderen, kreeg ik de vraag, hoe kan ik mijn Twitter-account verwijderen? Dat ga ik u eens in het kort vertellen. Je logt in op de website van Twitter. Dit is het gemakkelijkst op een PC. Je gaat naar het profiel-icoon, profiel en instellingen. Je klikt daarop. Je gaat naar het menu-onderdeel instellingen en privacy. Klik erop. Je komt dan op een pagina en je scrolt helemaal naar onder. Heel onderaan staat mijn account deactiveren. Daar klik je op. Je krijgt nog wat tekst. De eerste tekst is de belangrijkste. Hier staat dat de data van jouw Twitter nog 30 dagen wordt gehouden. En in die 30 dagen kan je weer heractiveren. Dus je moet 30 dagen wachten. Alvorens je Twitter-account helemaal verwijderd is. Je klikt op deze button deactiveren. Je geeft je wachtwoord nog eens in. En je klikt nogmaals op de knop account deactiveren. En binnen 30 dagen is Twitter voor jou verleden tijd. Geef me een vette duim omhoog. Abonneer je op mijn kanaal. Het is gratis. Help me de 500 abonnees te bereiken. Deel het filmpje met je vrienden. En laat ook wat commentaar achter onder dit filmpje. Dag!